Go home. Go home. Subject's case history cites developmental delays. Indicates issues with communication, social cognition, repetitive behaviors. Signs of synesthesia reported. Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli. Pattern adaptiveness. Goals. Could you be Goals. What I've been searching for all these years? And under my own nose. Unbelievable. There can be no mistake. This one is compatible. What? What? What in the hell? What? The... Nee, nee. Nee, het worden geen zombies, hè? Nee, 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 nee. Oh, nee, nee, nee. Oh, fuck. Oh, fuckeduck. Holy crap, ze zitten vast aan een... Weet ik veel waar ze vast aan zitten, maar het ziet er zo smerig uit. Dat moet ik doen. Oeh, kijk uit. Vins. Oeh. Nog meer? Niet nog meer? Oh, ze leven van het wrak in het midden of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ik vermoord deze ook. Het lukt niet meer. Yes! Yeah! Jongens, oh heerlijk. Chapter 5 is klaar. We hebben het gehaald met z'n allen mensen. Met z'n allen. Hè? Dat was even spannend dit. We gaan gelijk door. Ik sla gelijk het spel op twee games. We zijn al 4 uur en 50 minuten bezig. En we gaan naar het volgende chapter. Chapter 6 van de 15 mensen. Wat een grote game is dit. Niet normaal. Makers van Evil Within. Goed werk gedaan. En oh, krijgen we weer chapter 6. Losing grip on ourselves. We verliezen de grip op onze eigen ziel, om het zo te noemen in deze game. We zitten ergens weer in het ziekenhuis. Dat is mooi. Dat is een heel goed teken trouwens. Naald! Ga weg! Nee! Koek koek. Nou, ze hebben nog wel verstand van goede klokken hier. Did they do something to my head? Hebben ze iets aan mijn hoofd gedaan, vraagt hij. Je ziet er niet goed uit. Je moet even beter voor jezelf gaan zorgen, zegt die vrouw. Nou, bedankt. Heel erg bedankt voor dit advies. Het zou weer fijn zijn als u gewoon een keiharde rocket launcher aan mij meegaf. Dan had ik gewoon, zeg maar, de hele game, zeg maar, kunnen plat bombarderen met die monsters. Maar voor de rest gaat het wel goed. Heel tof dat u meehelpt en meewerkt. Ik ga eerst mijn spel opslaan. Ik heb een sleutel van het Maria-beeldje, dat weten jullie. En ik volg haar gewoon even mee. Laat die deur voor me open, dankjewel. Dat bespaart me weer een paar secondes. En dan gaan we even het spel opslaan. Dat hebben we net al gedaan, maar gewoon nog even voor de zekerheid. Ik bedoel, we hebben een sleutel, we kunnen een nieuwe kluis openen. En achter die kluis zit dan een extraatje. En ik ben heel benieuwd welk extraatje. We moeten eigenlijk een keuze maken. Maar weet je hoeveel kluizen er zijn? Het zijn er niet normaal veel. Hoe kan ik ooit een keuze maken uit zoveel kluizen? En jullie kunnen zeggen, neem die. Maar dat, ik weet niet welke jullie bedoelen. Maar we hebben aardig goede kluizen gehad, hier ook. En ik denk dat ik gewoon van deze richel, dat ik het hier gewoon even ga zoeken. Want ik denk gok op deze. En die heeft... Oh, lekkere! Brain energie, 5000 punten. Dat is echt extreem veel. We hebben 7100 punten, daardoor kunnen we weer gaan upgraden. Dus ik vind het eigenlijk best wel een hele goede keuze die we hebben gemaakt. 5000 punten, we gaan naar de brain
spul dat we even onze upgrades gaan uitvoeren. Dat kan hier in deze kamer. Kijk eens, 7100 punten. Ik wil toch wat meer kracht gaan krijgen in mijn pistooltjes, denk ik. Of mijn shotgun. Het is heel pittig. Mijn maximum sprint mag ook op zich wel omhoog. Maar dit mag ook nog wel weer omhoog. Dat lijfkauken. Maar ik zit meestal met wapens, moet ik eigenlijk wat meer met damage gaan werken. Want, ja, ik weet het niet. Hier kunnen we wat meer kogels in kwijt. Dit is zeer lastig om een keuze te maken. Fire rate. Wat nou als we deze kopen? Deze? Ja. En ik koop de... Ja, ik kan deze ook... Die kan ik niet meer kopen. De damage multiplier. Fire rate. Critical. Kunnen we ook niet upgraden? Accuracy. Ik neem die gewoon... Ik hoef niet alle punten op te maken. Dat weet ik. Wat is dit? Handgun ammunition. Is ook wel handig als we dat upgraden. Ik ga gewoon handgun ammunition ga ik upgraden en mijn shotgun. Huppakee, geen gezeik. Ik heb niks met leven geüpgraded, dat heb ik vorige keer gedaan. Nu gewoon echte wapens gaan we echt keihard. Photographs. Church. Holy shit. What the fuck gebeurde daar? Ik zie niks. Hallo? You kidding me? Er is iets gebeurd hier. Kijk hoe donker het is. Met... Ik hoor monsters. Nee. Dat meen je niet. Je gaat niet menen dat die monsters zijn, hè? Dit was een vertrouwde plek. Je kan niet menen dat het nu niet meer vertrouwd is. Opzouten nu. Ik ga naar die vrouw toe. Die vrouw... Is ze er nog? Waar is ze? Hallo? Mevrouw? Gaat deze deur nog open? Waarom was die dicht? Die was niet dicht, die deur. Ik ga naar mijn eigen kamer. Bekijk het maar lekker. Hier is mijn kamertje. Ik kan mijn ogen gewoon sluiten hier. En dan is de volgende keer is gewoon alles weer helemaal licht. Mensen, wat... Oh god, ik zie ook al die... Kan ik daarin? Hier? Nee, kan ik ook niet in. Oh, shit. Ze liep ergens naar achter. Waar liep ze heen? Hier? Hier was nooit een trap, zeg maar. Die trap is nu gewoon uit het niets, staat hij hier. We komen nog ergens in een kamer. En ik ga daar keihard zo... Holy... Wat is dat? Oh my god, wat is dat? Waar de fuck ben ik? Die deur staat open hier, dus dat zal wel goed zijn, denk ik. Daar zit iemand. Leslie. Leslie is het. Mijn grote vriend, Leslie. En die wordt helemaal gek of zo. Hopelijk heeft hij gewoon normale ogen. Heeft hij normale Sebastian? Ogen? Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja. Sebastian, jij goed zo? Gewoon normaal. Sebastian? Ja, hallo, daar ben ik. What the fuck? Oh, deze game maakt echt helemaal crazy gewoon. En zitten we nou in die kerk? Op die foto's? Ik weet het niet waar we nu zitten. Het is wel echt een heel aparte game. En ik weet ook niet of ik die dozen kan kapot slaan hier. Nee, natuurlijk niet. Moet je kijken hoe groot die dozen zijn. Dan kan ik toch nooit met mijn blote vuist kapot maken.
Holy crap, dit ziet er wel leuk mooi uit. Gewoon overdag weer. Niet alleen maar 's avonds. Elke opdracht was 's avonds. Dan zat je weer in een verlaten ziekenhuis. Dan zat je daar weer. En nu gewoon eindelijk het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Wij stralen met onze geweren. En hier naar boven toe komen wij in de... Oh jongens, dit wordt een mooi uitzicht. Ik hoop gewoon op een prachtig uitzicht. Misschien zitten we wel op dat kasteel. Wat we eerst zagen in het eerste level. Weet u nog? Ja, jullie weten dat donders goed nog. Kijk even om me heen. Wat kunnen we zien? Wat kunnen we waarnemen? Kunnen wij het een en ander waarnemen over deze plek? Ja, natuurlijk. Hier is een kapot huisje. Heeft iemand een scheet gelaten zoals we zien. Huh? Het is helemaal kapot, verwoest. En ik zie hier echt, het is schitterend. Losing chapter 6. Wauw, jongens. Deze game. Gewoon in chapter 6 laten ze weer gewoon die keiharde graphics zien. Kijk hoe bizar. Kijk even hoe mooi. Wauw. Ik vind het wel. Tot nu toe echt een verschrikkelijke game. Maar dan heel erg positief, zeg maar. Dus dan... ik stress hem gek. De bazen zijn verschrikkelijk. De monsters zijn afschuwelijk. Ik kan het dan niet echt zombies noemen. Het zijn gewoon echt verschrikkelijke, achterlijke, mutantische... mensen gewoon. En ik weet niet wat ik hier kan doen. Ik zie een touw, maar ik weet niet of ik dat kan schieten. En of dat dan naar beneden komt, dat is maar de vraag. Zullen we het proberen? Ja! Oh, I'm goddamn right! Zullen we dat ook met die doen dan? Ja, ik vind het goed. Oké, 3, 2, 1. Goed schieten, goed mikken. 1 kogel maar, 1 kogel. Yeah! Nice, Vince. Zie je, je hebt soms... Je moet soms kogels verspillen voor wat supplies. Dat is gewoon een algemene regel. En kijk hier, hier liggen nou kistjes op de grond. Ik ga ze keihard kapot trappen. Wat zit erin? Oh, lekkere medicijntjes! Lekkere versionaaltjes. We hebben hier gewoon een eigen drugslab gebruiken. Gewoon dadelijk met al die naalden. Maar het is alleen maar goed. Want daardoor... ik heb trouwens nog geen monster gezien. Ik ben hier eigenlijk wel heel tevreden over. We gaan wel weer iets binnen. Een kerk of iets. Het ziet eruit als een vervallen kerk. En ik hoop dat daar gewoon geen monsters zitten. Laat gewoon een level zijn zonder die creepy monsters. Daar hangt weer zo'n zieke vent. En ik denk dat die man gaat leven. Hoezo de... Ja, zie je het? Zie je het? Die man bewoog. En waarom? Jij mag niet bewegen! Ja, dan sla ik je in noten! Bedankt voor de sleutel trouwens. Ja, echt heel erg vriendelijk bedankt. Ik ga hem gewoon in de fik zetten, bekijken maar. Voordat hij dadelijk weer gaat leven. Je weet het niet met die monsters hier. Ziet er ook schitterend uit dit, moet je kijken. En het lost gewoon op het lijk uit het niets. Zit er nog iets in? Er zit helemaal niks in. Jammer dit. Ik weet niet of ik nog een keer kogels ga verspillen. Kunnen we het doen? Eentje. Och, laat maar zitten. Ik kan ook helemaal niet schieten met dit wapen. Met het magere pistooltje. Kijk al die beestjes. Er zit toch een beestje daarin. Oh, iemand schiet er. We krijgen toch geen vijanden met wapens, neem ik aan. Want dan ben ik gewoon de lul. Dan ben ik gewoon fucked. Dan zit ik met mijn pistooltje gewoon heel erg moeilijk te mikken. Terwijl ik al keihard een headshot krijg van een of andere sniper. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Gaan we hier over de rotsen? Nee. Hoe komen we hier binnen? Oh, ik weet het alweer. Dit zijn een van die 50.000 puzzeltjes die me oplossen. Nee, ik vind het niet heel lelijk of zo. Of niet leuk, maar het is gewoon niet mijn ding. Ik kan hier door dit... Ach, hij is weer moe. Meneertje moet weer uitrusten. Ach... Net als bij GTA, weet u dat dan nog vroeger? GTA had je ook altijd dat je moet rusten. En dan continu moest je wachten tot hij helemaal uitgerust was. Dat is een heigend hert. Ik hoor te spelen met een stoere vent, weet je wel. Niet met zo'n vent die om de minuut moet heigen, weet je wel. Ah, ik ben moe. Ik heb ook echt een uithouding. Die man heeft gewoon nooit gesport. Zijn nieuwe hobby is gewoon op zombies jagen. Oh, we kunnen hier toch doorheen? Had dat dan eerder een melding gegeven of zo? Oh, er ligt een bekende. Leslie? Is het Leslie? Are you all right? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. Hij went eraan dat zijn hoofd duizelig aanvoelt. Oké. No. Next thing I knew I was here. I must have blacked out or maybe I turned again. Ik vind het wel een heel vreemd spel hoor.
Oh shit, nee. Nee, je gaat niet menen. Oh shit, nee, alsjeblieft. Oh my god, jongens, meen je dit? Oh, altijd die monsters. Oh, Hakbel. Eindelijk, ga het gebruiken op die monsters. Oh shit. Nee. Laat alsjeblieft de cutscene heel lang lopen, zo hoef ik niks te doen. Nee! Nee. Kick hem en schiet! Yeah, motherfucker! Laat maar komen! En als je dan niet komt, nou, dan trap ik jou al weg. Laat maar komen! En anders heb je een dikke pech. Kom maar, spiezen van een asociale gasten, ja? Schiet ik je voor je hoofd, ja? Pak die hakbel. Ja, pak... Nee! Schiet op die... Maak hem dood met die hakbel. Kom op, yeah, motherfucker! Ik schiet hem in de fik. Huppakee! Waardoor die ook in de fik gaat. En... Huppakee, dikke, vieze, vette bullebak. Is je open? Schiet op! Is je open? Ja, hij is open! Kom op, rennen! Nog één! You kidding me? You kidding me? Kom maar, einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, schieten! Yeah! Einmal, zweimal verkocht, ja? Soll ich ihn eigentlich verkaufen, ja? Komm mal schnell, ja? Ich schieße mit meinen Pistolen. Explosive Bolts. Kom maar, mevrouw. Ja, mevrouw. U bent de volgende in de rij. Is dat goed, mevrouw? U bent de volgende. U bent zeker de volgende. En jij bent de laatste. Komt u maar. Ja, komt u maar. En... Ik schoot hem helemaal dood. Maar ik wou liever op dit schieten. Pets! Jaha! Eén kogel over. Oh, dit is veel te zwak. Veel te zwak ben ik. Er komt ook helemaal niks van kogels uit die monsters. Schiet op met die deur! Kogels. Met Romana in de kogels. Oh, en ik heb nou geen... Ja, ik heb geen dingen meer. Ik heb geen... Oh, shit, mal. Verdomd, mal. Nee! Lelelelel. Oete. Kom maar. Wat gaat hij doen? Gaat hij... Nee! Hij moet die deur doen. Wat doe je nou? Oh shit, hé. Nee, die vrouw schiet. Dood jij, alsjeblieft. Is die open? Yes! Sebastian, let's go. Looks like we're out. Yes! Oh, in één keer. In één keer, Vincent. Ik ga echt... Oh, ik ben zo heerlijk bezig.